Een paar keer per jaar komen de oudspelers van AA Gent samen om te voetballen voor het goede doel. Ze zijn vandaag in Bellem en wij van Tele Buffalo er als de kippen bij natuurlijk. Gunter Schepers, jullie spelen hier vandaag met de Gent All-Stars tegen Bellem voor het goede doel. Doen jullie dat vaker? Goh, het is dit kalenderjaar de eerste wedstrijd die we spelen. Dus we in principe spelen we wedstrijd of 5-6 zo. Het is plezierig hè. Als je altijd nog een keer die oude rakkers nog een keer terug ziet. Het doet echt wel plezier, we amuseren ons. Dat is het belangrijkste eigenlijk. En je ziet dat erbij zijn, zoals jij bijvoorbeeld, die nog alle week spelen hè? Ik weet niet of je dat vandaag gezien hebt. Dus het beste is droog. Dus de fitste onder allen is alleen Danile. Dus hij is zo echt ongelooflijk. Maar je ziet echt nog dat bepaalde jongens echt wel kunnen voetballen. Dus, en dat is plezierig. Dus Bellem, ze zijn wel all-stars. Ja. Maar het zijn echt wel jonge gasten. Hè. Ja. Dus die doen ons momenteel pijn. Maar we doen ons best. We willen niet verliezen, dat is het belangrijkste ook. Jij reist gans de wereld rond voor AA Gent als scout. Waar gaat jouw volgende reis naartoe? Momenteel zitten we veel in Spanje. Dus ik ken Michel. Michel kent de economie van de hele wereld. In Spanje is er een beetje een economische crisis. Dus en als je dat hoort, dan moeten we daar naartoe. Dus Spanje is momenteel de place to be voor ons. En dat is voornamelijk daar dan wat wij kennen hier in België als tweede nationale. Ja, maar dat is echt wel niveau natuurlijk. Dus eerste nationaal moet eerlijk zijn, is niet voor ons niet haalbaar. Maar Arjo komt ook uit tweede. En dat is toch wel een meerwaarde gebleken. Dus als we zo nog iemand kunnen halen, zijn we heel tevreden natuurlijk. Alain Deneel, je bent een klein beetje grijzer geworden, maar je bent nog altijd geweldig scherp. Voetbalde jij nog? Ik speel nog een beetje zaalvoetbal, één keer in de week competitie en dan met mijn vrienden de zaterdag ofwel zo'n galawedstrijd. Ik kan mij voorstellen dat twee van onze jonge kijkers jou misschien niet zullen kennen. Schets een keer waar jij overal gespeeld hebt. Ik ben begonnen in 84 RWDM, 17 jaar. Dan heb ik daar 3 jaar gespeeld. Dan ben ik naar KV Mechelen gegaan, 2 jaar. 4 jaar Cercle Brugge, 2 jaar AA Gent, 1 jaar Serein, 1 jaar Ekeren, Union. Racing Jet Waver, Standaard Wetteren in Oostenrijk in tweede klasse. Dus ik heb een beetje overal rond geweest. Alain Deneel is een wereldburger, zeg maar. Toch een Belgische burger, want ik ben overal in België rond geweest. Alleen maar één keer in Oostenrijk, maar in België heb ik alle kanten van het land gezien, inderdaad. En komt je soms nog op AA Gent? Sporadisch, maar als het is 1 of 2 wedstrijden per jaar, kom ik toch nog graag eens naar Ginder. En wat vind je ervan dit jaar? Het valt goed mee. Ik denk dat de laatste jaren dus de resultaten toch goed mee zitten. Nu met dat nieuwe systeem valt het misschien een beetje tegen met die play-offs. Maar al bij al heeft AA Gent dus toch een schitterend seizoen gespeeld.